Voor het zesde jaar op rij lukte het Ajax niet om te winnen in en van FC Utrecht. Het was een slechte wedstrijd waarin Ajax slordig was in aanvallend opzicht. De titel lijkt definitief uit zicht. Frank de Boer blikt vandaag terug. Geen zegen, een boel kritiek. Je bent geen man van echte kopzorgen, maar zit je hiermee? Nee, ik baal verschrikkelijk dat we een wedstrijd uit de handen hebben gegeven. Natuurlijk was het zeker niet sprankelijk, dat weten wij zelf ook wel. Alleen, ik denk toch dat we de wedstrijd onnodig hebben weggegeven. We hebben onszelf flink in de vingers gesneden door niet zeg maar de 2-0 en de 3-0 eventueel te maken. En dan baal je verschrikkelijk. Natuurlijk ben je ook niet tevreden met het spel, maar uiteindelijk is het wel belangrijk om drie punten mee te nemen als het niet goed gaat. En dan is het nog zuurder, dus dat je maar met één punt uit Utrecht weggaat. Echte kansen waren er wel, maar waren ook makkelijk op één hand te tellen. Vooral omdat Ajax slordig omging met de geboden ruimte. De paas niet goed op Sivkovic. Daar had meer in gezeten voor El Ghazi, voor Ajax. Is dat een terugkerend verhaal of stond het gisteren wat jou betreft op zichzelf? Ik vond het gisteren wel, het is wel terugkerend, maar ik vond gisteren wel vrij veel keuzes verkeerd. Vooral in die fase, zeg maar, dat we eigenlijk de bal veroverden en gevaarlijk konden worden. Is dit het probleem van het seizoen? Gebrek aan scorend vermogen of echt tot de kansen komen, zeg maar, dat je echt gewoon 8 opgelegde kansen hebt in een wedstrijd en dat je er dan 2 of 3 maakt? Niet alleen dat, maar het is wel een groot item geweest, denk ik, het hele seizoen al. Ik denk ook gewoon dat wij, als je het seizoen evalueert, ook gewoon periodes dat we het hele, de grip op een wedstrijd zijn kwijtgeraakt. En was vorige seizoenen was dat veel minder het geval. Door een eigen goal stond Ajax kort voor tijd nog wel met 1-0 voor, maar FC Utrecht bracht stormram Markiet. Hij bezorgde de thuisclub een punt en bij de tegengoal ging veel mis. Het is niet dat de wedstrijd sprankelend is, dat je al 2-3-0 hebt gemaakt. Nee, dus je moet zo'n wedstrijd over de streep trekken. En als ik dan zie hoe Van der Marel nog kan rustig gaan indribbelen om dan rustig een bal in de 16 meter te gooien. Ja, daar vind ik het misgaan. Gewoon de bezetenheid, die jongen die het zo onderdrukt, dan kan hij die bal. Had hij misschien ook richting die 16, maar hij kan hem nu echt, echt zuiver plaatsen. En dus verloor Ajax voor de zoveelste keer punten in een tegenvallend seizoen. Over het algemeen valt dit seizoen natuurlijk zwaar tegen, omdat je hebt niks gewonnen. En daarnaast, als je dan ook nog fantastisch speelt, maar dat is ook niet het geval in ieder geval. Dus je wilt dat in ieder geval verbeterd zien het volgende seizoen. Tot zover het negatieve nieuws van dit weekend. Positief nieuws was er ook. Victor Fischer scoorde tegen Eindhoven en maakte de 90 minuten vol. Ik was er heel blij mee. In ieder geval, wij waren er blij mee. Ik kan niet wachten, zeg maar, om echt weer belangrijk proberen te worden voor Ajax. En dat straalt hij eigenlijk vanaf minuut 1 af. Toen hij weer, zeg maar, meedeed met de groep. Met de selectie. En laten we het wel stap voor stap doen natuurlijk. We zijn een heel jaar ruim eruit geweest. Dus hij zal dinsdag weer gaan spelen tegen Jong PSV. En dan het weekend weer voor Jong. En dan hopelijk tegen NAC, als alles goed gaat thuis, dat hij misschien wel bij de selectie kan zijn. Dat is wel ons idee in ieder geval, omdat hij echt een doel heeft om naartoe te werken.